er zijn nog wat andere activiteiten rond Aard. Afgelopen zondag is die herdag bij Puur Gelul. En ergens in september is de bedoeling om een Memorial Adriaan Hondbal te houden. De locatie is nog niet bekend, maar dat zal 16 of 23 september worden. En de opbrengst daarvan gaat naar een buurgericht. Dus Aard komt ook nog ergens anders terug in de stad. Verder, voordat Aard overleed, was hij bezig met een nieuwe bundel. Hij heeft mij gevraagd of ik die uit wil brengen en die ga ik ook in september uitbrengen. Die wordt op hetzelfde moment gepresenteerd als de Memorial. En dan wil ik verder bedanken voor het terugplaatsen van de teven. Ik ben er heel blij mee. En ik zal een kort gedichtje van hem doen. Zelf ben ik meer van zijn korte verhaaltjes. Ik ben niet zo van de gedichten, maar dit is toch wel een leuke. Het gedichtje heet Vuur. Morgen, meneer Onderwater. Morgen, meneer Bontebal. Kom binnen en drink een bak koffie. Daarna zullen we naar de zolder gaan, waar mevrouw Onderwater zich zojuist heeft verhangen. De volgende dag. Morgen meneer Onderwater. Morgen mevrouw Onderwater. Morgen meneer Bontebal. Kom binnen en drink een kopje koffie. En sorry voor gisteren. Ja, dankjewel. Dat was een gedicht van een van de favorieten, van de werking van een gedicht van Ivo Cutler, een van de favoriete dichters van Aard. En deze is een bewerking van een gedicht van Bloem, wat iedereen wel kent, Dapperstraat. En het heet de Paulus Potterstraat, de straat waar Adriaan heel lang gewoond heeft. De legen kom je aan de randen tegen, waar stoffig op de schoorsteen prijkt, over mijn lijk naar de Schilderswijk. Dat volk ervaart de rust als zegen, maar zo niet ik. Voor mij geen kassen, hoewel ik van een dorpje ben, de stad niet echt van huishoud ken, haal ik nu mijn lucht uit uitlaatgassen. Als kneuter ben ik afgemeld, mijn teugen zijn steeds voller teugen. De stedeling, hij kent geen maat. Tevreden heb ik vastgesteld, ik deug niet en ik zal nooit deugen. Domweg gelukkig in de Potterstraat. Ja, ik wil Leo ook heel erg bedanken. Ik kwam er dus achter dat de tegel weg was nadat Aad was overleden. En ik liep steeds stuk op het gemeentelijk informatiecentrum. Die konden me niet helemaal de juiste informatie geven. Maar uiteindelijk kwam ik bij Leo terecht en bij Gert-Jan Bunk. En was alles binnen een paar dagen geregeld. Dus een applaus voor Leo en ook voor Gert-Jan die er niet bij is. Ga je gang.